Zeeappels lijken roerloze, harde bolsters. Maar ze zijn flexibeler dan je misschien zou denken. Tussen de stevige stekels zitten trompetvormige zuigvoetjes. Op de onderkant de meeste. Daarmee lopen ze in een slakke gang over de bodem en voeden ze zich met wieren en kleine prooidieren. Zeeappels hebben een hekel aan golfslag en UV-licht. Ook dan komen de zuigvoetjes in actie, maar nu op de bovenkant van het lichaam. Met tientallen handjes tegelijk bouwen ze beschutting. Zo hoeven ze niet te vluchten naar dieper water.